Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video bespreek ik mijn gelezen boeken van april met je. Ik heb in april 4 boeken gelezen. Het zijn er niet zo heel erg veel. Maar toch ga ik de boeken die ik heb gelezen met je bespreken. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn gelezen boeken van april, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Dr. One Night Stand en is geschreven door Louise B. Dit boek gaat over Sutton en Sutton staat op het punt om te beginnen met haar eerste jaar als AIOS bij een ziekenhuis. En dat is eigenlijk gewoon dat ze alles gaan leren, zeg maar, en meelopen met de artsen. Ze heeft hier altijd bij willen werken, maar door omstandigheden is ze op wat latere leeftijd begonnen met de opleiding en komt ze er wel achter dat de andere mensen die ook meelopen een stuk jonger zijn dan Sutton. Het weekend voordat haar eerste werkdag begint haalt haar beste vriendin haar nog over om een keertje lekker los te gaan. Ze gaan dan ook een uitje doen en Sutton vindt het allemaal best wel spannend, maar ze heeft zoiets: oké, laat ik het maar doen, want ze is best wel zenuwachtig. Sutton gaat uit en daar ontmoet ze een man. Eigenlijk is die date geregeld door haar vriendin. Maar omdat deze man toch naar Amerika zou gaan, wilde Sutton het wel aangaan om op die date te gaan. Omdat ze eigenlijk niet zit te wachten op iets serieus. Nou, deze date die eindigt uiteindelijk in een one night stand en Sutton gaat die maandag voor het eerst naar haar nieuwe werk en dan komt ze deze man tegen waarmee ze het weekend heeft doorgebracht. En ze snapt hier helemaal niks van, want deze man zou natuurlijk naar Amerika gaan. Het is dokter Jacob Koof en het is wel de knapste man die ze ooit heeft gezien. En er was ook zeker wel een chemie. Maar Sutton wil gewoon serieus genomen worden. En ze is gewoon heel erg bang dat dit de werksfeer tussen hun in de weg zou komen te staan. Want ze wil haar carrière ook echt niet laten dwarsbomen door een man. Voor Jacob is het eigenlijk ook wel een verrassing. Vooral omdat er eigenlijk tijdens de date afgesproken werd om niet over werk te praten. Omdat Sutton gewoon daar eventjes nog niet aan wilde denken. Dus daardoor hebben ze ook geen informatie uitgewisseld. En is daar toch wel de miscommunicatie een beetje ontstaan. Want waarschijnlijk als ze dat wel hadden gedaan, dan was er misschien ook niks gebeurd tussen hun. Of uiteindelijk het lukt om bij elkaar uit de buurt te blijven en hoe het verhaal nou zit dat hij eigenlijk naar Amerika zou gaan, dat zal ik niet verklappen, want dat heeft een hele andere wending. Ik vond het wel een mooi boek om te lezen en ik heb er uiteindelijk wel van genoten. Helemaal ook als je dan zag dat Sutton eigenlijk heel erg goed in haar werk was en dat eigenlijk juist dat zij iets ouder was dan de andere kandidaten wel in haar voordeel werkte. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Van Poepluiers tot Pavarotti en is geschreven door Lisa Rebecca van der Pijl. Dit boek gaat over Mare en zij emigreert voor een jaar met een baby en een peutertweeling naar Italië. Daar wordt de boel eigenlijk meteen op stelte gezet. Mare heeft zelf jarenlang in Italië gewerkt en gewoond en heeft daar op een gegeven moment haar huidige man leren kennen die daar op vakantie was. En toen hij weer naar Nederland vertrok, merkte ze toch dat ze elkaar heel erg misten en dat een lange afstandsrelatie eigenlijk niet zo handig was. En toen is ze ook weer naar Nederland vertrokken, dus voor haar man. In Nederland is Mare huismoeder, maar als ze dan de vacature voor een droombaan in een Toscaans kasteel in haar mailbox vindt, denkt ze even dat ze droomt, want dit is iets wat ze heel graag wil. Ze heeft zelf operazang gestudeerd aan het conservatorium
En ja, ze heeft eigenlijk altijd heel erg lang de dromen gehad om toch weer terug te keren naar Italië. Uiteindelijk besluiten ze om dit met het gezin te gaan doen, want haar man kan eigenlijk vanuit Italië ook prima zijn werk voortzetten. Hij moet wel een aantal keer terug naar Nederland, maar dat is wel te overzien, vinden ze zelf. Dit blijkt alleen echt niet zo heel erg handig te zijn met een baby en een peutertweeling, want ze hebben het eigenlijk al vrij snel aan de stok met buurvrouw Poppy, want die houdt er toch iets andere regels op na. In Italië althans zijn de opvoedregels iets anders dan dat ze in Nederland zijn. In Nederland zijn de opvoedingen misschien iets vrijer dan in Italië. Dan ontmoet Mara ook nog haar nieuwe baas en de chaos is dan compleet, want het blijkt dus dat het haar jaloerse Italiaanse ex is, Luca. En dat brengt best wel wat spanning met zich mee. Helemaal als er dan een heleboel dingen misgaan. Uiteindelijk denkt Mara dan ook nog eens dat haar man Alex iets verbergt en vraagt ze zich af wat er nog over is van haar Toscaanse droom. Op zich was het een boek wat lekker wegleest. Ik had echter wel een aantal dingen waar ik me aan irriteerde. Allereerst, in dit boek werd er heel vaak lekker geschreven. Op één pagina kon wel 5 keer het woord lekker staan. Ik kon er op een gegeven moment niet meer tegen, want het was bijvoorbeeld lekker de boel, lekker de haren vast. Het was gewoon te veel. En ja, op een gegeven moment staat er dan ook nog in van kijk, ze is poeperig toen. Nou, toen dacht ik even van oké, dit vind ik toch wel een beetje dat ik denk van dat hoeft voor mij niet. Dus als je daar doorheen zou kunnen lezen, is het een hartstikke leuk boek. Alleen mij begon het een klein beetje te irriteren dat deze dingen erin stonden waarvan ik dacht van nou, dat hoeft voor mij allemaal niet. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Wie schrijft, die blijft en is geschreven door Tamara Haagmans. Dit boek gaat over Caro. Caro is eigenlijk een bestselleracteur, maar ze heeft een dubbel leven. Want daarnaast hebben ze ook nog eens een betoverend boutique hotel die ze samen met haar vader runt. In het Gooi staat dit hotel en eigenlijk komen hier de meest rijke en eigenzinnige mensen logeren. En die kopen daar ook wel kunst, omdat ze dat daar dus ook verkopen. Dit is ook eigenlijk het feit waar Caro haar inspiratie voor haar boeken vandaan haalt. Want ja, dit kan ze echt gewoon goed gebruiken om in haar boeken te verwerken. Caro is dus eigenlijk ook gewoon echt een succesvolle auteur, maar zij schrijft onder een pseudoniem. En zij wil dus onder geen beding dat er bekend wordt wie er dus achter dit pseudoniem schuil gaat. En de echte reden, dat is een groot geheim. Dat geheim dat zal ik ook niet verklappen, want dat is leuk om zelf achter te komen mocht je dit boek willen lezen. Maar na de zoveelste bestseller die ze geschreven heeft, wil de uitgever toch echt dat ze uit de schaduw stapt en dat er bekend wordt wie nou achter dit pseudoniem schuil gaat. Zodat ze ook signeersessies en dat soort dingen kunnen regelen. Caro durft dit echt niet en haar vader komt dan met een slimme oplossing waardoor haar geheim verborgen zou kunnen blijven. Maar dan komt er een journalist en die steekt zijn neus in de zaken van Caro. En die merkt toch wel wat eigenaardigheden op waar hij de vinger niet op kan leggen, maar die heel graag achter wil komen. Als dan ook nog eens de toekomst van het boek Boutique Hotel op losse schroeven komt te staan, moet Caro keuzes gaan maken. En is eigenlijk de grote vraag hoeveel haar dubbelleven waard is. Als dat allemaal al niet erg genoeg is, komt er nog eens een heel groot geheim aan het licht. En weet ze eigenlijk allemaal eventjes niet zo goed hoe het verder moet. Of het uiteindelijk allemaal goed komt voor Caro, dat zal ik niet verklappen. Ik vond het soms een beetje lastig om even helemaal in het verhaal te komen. Als ik er eenmaal in zat, heb ik er echt wel van genoten om dit boek te lezen. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek Dr. Perfect en is geschreven door Louise B. Dit boek gaat over Ellie en Ellie is na een mislukte relatie en carrière op zoek naar een nieuwe toekomst.
En ze vindt werk als assistent van dokter Koof. Dit is dus weer een broer van de dokter Koof die in het eerste boek aan bod kwam. Dokter Koof die is eigenlijk bezig om net zijn privépraktijk op te starten. Maar Ellie probeert hem aan alle kanten te helpen met patiënten binnenhalen. Alleen heeft Zack, dokter Koof dus, hele andere dingen aan zijn hoofd. En doet hij eigenlijk niet echt moeite om patiënten aan te trekken. Iedereen denkt eigenlijk dat deze man een perfecte arts is. Maar eigenlijk heeft hij in werkelijkheid een hele grote hekel aan het werk als arts zijnde. Althans aan de geneeskunde, zo moet ik het zeggen. Hij wil iets heel anders doen met zijn leven. En dat hij daarmee eigenlijk de toekomst van Ellie op het spel zet, beseft hij eigenlijk niet. En als hij dan ook nog eens gevoelens krijgt voor Ellie en hij bang is dat zij de waarheid ontdekt over hem, is hij bang dat het voor hun allebei wel eens een hele andere richting uit zou kunnen gaan dan ze dachten. De grote vraag is ook wel of ze deze richting samen kunnen volgen. Want omdat hij dus een hele andere passie heeft gevonden, is hij ook wel heel erg bang wat zijn familie daarvan vindt. Hij heeft het één broer inmiddels toevertrouwd, die ook de geneeskunde achter zich heeft gelaten. Maar hij is dus best wel bang wat zijn ouders daarvan vinden, want die zijn twee mensen die heel succesvol zijn geweest in de geneeskunde. En het leek dan ook een hele logische stap dat hij ook de geneeskunde in zou gaan, omdat eigenlijk drie van de vier broers dat allemaal hebben gedaan. Ellie is intussen ook wel op zoek naar ander werk, maar dat is niet zo heel erg makkelijk voor haar te vinden. Vooral als dan degene zegt die haar aan deze baan heeft geholpen, dat ze maar door moet zetten. En als Zack dan ook nog weer eens verdwijnt voor een aantal dagen en hij stukken nodig heeft die hij vergeten is om mee te nemen, vraagt hij of Ellie die kan toesturen per koerier. Helaas, als ze dat per koerier zou doen, zou dat veel te laat aankomen en besluit ze om zelf die stukken te gaan brengen waarvoor ze een heel eind moet reizen. Het is haar bedoeling dan ook gewoon om die stukken af te geven en weer te vertrekken, maar dat loopt ook heel anders, want er komt een hele grote storm op komst en de boot waarmee ze gekomen is, die gaat maar één keer per dag, dus voorlopig kan ze daar ook niet weg. Wat uiteindelijk Ellie van het geheim van Zack vindt, zal ik niet onthullen. En of er eventueel een toekomst voor hun beiden in petto ligt, dat is ook een beetje de grote vraag. Uiteindelijk heb ik wel heel erg genoten van dit boek en las het ook lekker weg. Dan waren dit mijn gelezen boeken van april. Ik vind het jammer dat ik er niet zo heel veel heb kunnen lezen, maar toch heb ik eigenlijk van de boeken wel genoten. Op dat ene boek waar ik me een beetje begon aan te irriteren op een gegeven moment. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al eens een van deze boeken hebt gelezen. Of dat je misschien naar aanleiding van deze video denkt, ik zou het leuk vinden om eens een van deze boeken te lezen. Zou je de reeks van Louise B. willen lezen, probeer ze dan wel op volgorde te lezen. Want dat is wel het handigst, zodat je goed in het verhaal komt. En omdat je de broers dan wat beter leert kennen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij je volgende video weer te mogen zien. Doei!